En goedemorgen, leuk dat je kijkt naar dag 3 van Eventing Emmeloord. Vandaag is de allerleukste dag, vandaag is de crossdag. En het is nu 7 uur 's ochtends, ik heb Bluff al gevoerd. En hij heeft super goed gegeten, het nieuwe kaal vindt hij echt heel lekker. Ik heb minder goed geslapen. Ja, gewoon toch wel echt de zenuwen. Ik begin het nu wel echt spannend te vinden. Ik heb er heel veel zin in. Maar ja, er staat gewoon echt wel een opgave. Dus ja, ook wel gewoon een beetje spannend. Mijn ouders komen denk ik rond 7:30 of zo. Dus die komen ook gewoon lekker op tijd. Ik ga zo mijn wedstrijdtasje klaarmaken. Ik ga nog even make-up opsmeren. Een beetje vaccineren en dan mijn tas klaarmaken. Heel veel drinken ook voor mezelf klaarzetten. Dat is ook natuurlijk wel nodig. Het is nu echt niet warm. Het is zelfs koud. Ik zit hier in een trui en een lange broek. Dus het is echt wel lekker afgekoeld. Dus dat is wel heel fijn. Het is ook wel fijn dat we echt zo vroeg de cross in mogen. En verder... Ja, ik heb goede koeling bij me. We hebben gisteren dus ook nog een presentatie gehad hoe we moeten koelen. En ik heb echt nog superleuk nieuws. Want officieel mag je internationaal niet starten met een helmcamera. Hier moet je expliciet toestemming voor vragen. En die krijg je 9 van de 10 keer niet. Maar ik heb toestemming gekregen om als denk ik een van de enigste met een helmcamera te gaan rijden. Ook speciaal voor jullie. Mijn helmcamera kan namelijk ook nog van mijn cap afvallen. Dus als ik val dan... flikkert die gewoon. Dus dat is echt super leuk. Dan kunnen jullie ook een beetje zien hoe ik het rij. Ik denk dat ik echt vandaag weer ontzettend ga hijgen. Ja, ik hoor daar wel eens reacties over. En ik kan jullie vertellen dat mijn conditie echt super goed is. Ik heb vorige week nog 7 kilometer hard gelopen. En dat lukt me gewoon allemaal. Maar in zo'n cross zit mijn spanning zo hoog. Waardoor ik een beetje vergeet adem te halen. En daardoor ga ik zo piepen. En ik ben ook gewoon niet zo heel goed in ademhaling. En dat oefen ik daardoor ook wel heel erg met hardlopen. Het is echt wel veel beter geworden. Maar ja, ik adem gewoon heel erg hoog. En dat komt ook gewoon door de spanning. Maar als jullie dat horen, zeg maar van ja, je moet dat doen aan je conditie. Nou, mijn conditie, geloof me, is prima. En ja, ik heb dit ook al van jongs af aan. Ik ben heel snel in mijn hoge ademhaling. En dan hoef ik echt maar een minuut te zitten. En dan ben ik eigenlijk alweer op adem. Dus het is niet dat ik buiten adem helemaal dood ben. Maar het ligt echt ja, aan mijn eigen ademhaling. En ik heb dit echt wel van jongs af aan. Ik had het ook al met middelbare school en zo met sporten. En daar kon ik ook eigenlijk niet rennen en zo. En ik kan nu gewoon wel rennen, want dat heb ik wel echt getraind. Dus ik heb echt wel conditie. Maar gewoon, ja, verrukte ademhaling. En daar komt Kim aan. Morgen! Leef je nog? Ik nog leef. Nou, dat is de reactie, hè? Half. Het duurde half. Te lang, dit antwoord. Dus, ik ga nu mijn wedstrijdtas klaarmaken, alle spulletjes klaarzetten. En dan gaan we straks naar de stal en dan gaan we alles voorbereiden. En dan ga ik er denk ik rond 7:45 op. Want dan kan ik wel gewoon even lekker inrijden. Want ik denk dat hij genoeg energie heeft. En hij mag echt wel een beetje dimmen, ondanks de hitte voor deze cross. Want we willen gewoon een gecontroleerde, lekkere cross rijden. En we gaan vooral voor foutloos. Goedemorgen, Bluff. Bluff wil niet op de film. Nou, daarachter zit Kim. Ja, hoi, goedemorgen, Kim. Goedemorgen. Die zitten de proppen te draaien. Ze zijn hartstikke goed bezig als kroon. Dat zijn de benen van Sophie. Voetjes van Kim. Voetjes van Bluff. Nou, oh ja, en dit zijn dan de voeten van de vader. Ja. Rustig aan.
steeds in de tras bezig heeft. Die combinatie is gewoon bij hen in het gevaar. Deze mooie hinder heeft je ook goed. Super!
glas. Top. Ben ik op de kop? Ik heb geen idee. Ik weet niet. Misschien moet ik het zo doen. Ja, je moet zo. Oh, kijk. Nu heb ik hem rechtop. Nou, jongens. Hi. Kim hier. Ik heb een kleine excuses aan te bieden. Mooi. Aan Alex. Sorry. Er is wat gebeurd. Ik zal hem even... Ik heb geen idee hoe deze camera werkt. Sorry voor het beeld, jongens. Ja, ik kon me niet inhouden. En ik heb hem dus nat gespoten. Maar ja. Het is heel awkward hoe ik hem heb nat gespoten. Sorry, Lex. Nee, sorry, Sophie. Dus dit is mijn officiële excuses. Dus we gaan naar Bluffy. Lekker naar Bluffy, die stalletjes in. Oh, iets met privacy en zo. We gaan naar Bluffy. Nou, daar zitten we dan op een stoeletje. Nog steeds op die venting en mijn lord, want we zijn er nog gewoon. Dit was niet het debuut waar ik natuurlijk op had gehoopt. Ik had gewoon gehoopt om aan de finish te komen. Maar ik had echt heel veel last van zenuwen. En ik vond het echt heel spannend. De bakken waren heel hoog en het was toch wel echt even ander niveau wat je normaal rijdt. Ja, mijn debuuts gaan nooit zo heel goed, zeg maar. Mijn L-debuut ging mis, mijn M-debuut ging mis. En mijn 2-sterren-debuut ging ook half mis. Maar ik ben ontzettend trots op Luf. En ik heb echt genoten van de cross en echt genoten van hem. Hij deed het super goed. En alle fouten zijn er mee gekomen omdat ik echt niet aan het rijden was gewoon. We zijn er dus uitgegaan in de cross met 3 weigeringen. Ik hoefde nog maar 3 hindernissen te springen. Dus dat is wel gewoon heel erg jammer. Maar ja, ik ben toch wel gewoon heel erg trots op hem. En alle moeilijke dingen deed hij eigenlijk wel gewoon heel erg goed. Dus ja, het probleem was gewoon echt dat ik gewoon eigenlijk niet aan het rijden was. En gewoon te netjes en te mooi wou rijden. En ja, wou laten zien ook van nou, hier ben ik. En ik heb wel laten zien dat ik er ben. Maar niet een hele goede indruk achtergelaten misschien. Maar misschien ook wel. Ik blijf wel heel positief. En daar komt Kim weer aan. En verder gaan wij dus nu hier gewoon chillen en niet zoveel heel veel doen. Luf staat gewoon lekker op stal en zo. En morgen gaan we misschien nog even kijken bij het springen. Maar ik hoef dus niet meer te springen, want ik ben uitgesloten. En ook niet meer te keuren. Nou, en Luf is verder gewoon heel goed de cross uitgekomen. Hij was super fit. Hij heeft nog even gerold en daarna kon hij niet meer stappen. Wou hij alleen maar draven en wou hij de hengst uithangen. Dus die was wel fit genoeg. En ja... Het is jammer, maar het is niet anders en ik ben wel heel trots en ik heb superveel geleerd. Ik weet zeker hoe ik het andere keer anders aan ga pakken, dus dat is ook gewoon goed. En ik ga gewoon nu doorplannen naar een volgende wedstrijd en hoe we dat gaan doen. Ik denk dat ik gewoon eerst weer een nationale wedstrijd ga starten voordat ik weer echt internationaal ga. En ik denk ook dat ik het gewoon nog in Nederland ga houden en niet naar het buitenland ga. Ja, dat gaan we gewoon even zien en dan gaan we kijken wat de toekomst verder brengt.